Roos, we gaan de nieuwe Toolkit tas met even openmaken. Want er staan een heleboel gereedschap in. Speciaal voor jullie. Ja. Papier. Een schuurplakapparaat. Een schuurplakapparaat ding? Geen dat maar. Een spijkerhouder. Ja, een spijkerhouder. Wist jij dat ook toen je dat zag? Wat? Nee. En dan hoef je niet de spijker vast te houden. Nou, dat is toch eens mooi. Wat een uitvinding. Wat hebben we hier? Een kleine zaag. Wat is het verschil? Nou, de gele is voor grote handen. Ja, kijk maar. Hij is net een beetje anders. Wat is deze? Nou, wat is dit? Een boor. Een boor. Ziet er mooi uit. En wat is dit? Een potlood. Een potlood. Om hout te tekenen. Ja. Een echt Timmermans potlood. Het uitpakken, dat was natuurlijk fantastisch om te zien. Dat ze wisten het al en ze lieten het weten ook. Nou, dit is natuurlijk wel materiaal wat zich heel snel al leent tot doen. Dit intrigeert op de een of andere manier. En dit mogen ze ook allemaal zelf hanteren. Nou, ga maar kijken. Ik ben Dylan en ik ben 5. Een doosje. Veiligheidskaarten. Veiligheid is gewoon het allerbelangrijkste. Het gaat erom dat ze iets leren en het gaat er vooral om dat ze zich niet bezeren. Ik heb een bouwtekening gemaakt. Wij gaan opmeten, want we hebben 2 keer 40 centimeter nodig. Dus hier komt een bouwtekening. Ja. En dan gaan we dat recht maken met een winkelhaak. En dan gaan we het afzagen. Wij hebben dit bedacht vanuit onze gereedschapskist en het onderzoek dat we gedaan hebben. En het is eigenlijk uit de praktijk geboren. We hebben problemen geïnventariseerd op scholen en het bleek dat vaak te weinig grip was, dus dat de handvatten te klein zijn. En onder auspiciën van de TU Delft is het getest op vormgeving, op ergonomie, op het materiaal wat gebruikt is. De veiligheid werd bekeken en het is in de praktijk getest bij kinderen in de buitenschoolse opvang. Moet kijken als je hem loslaat. Valt deze naar beneden, dus je moet het spuist ei en dan staat hier recht. Mag ik nog wat maken? Mag ik het nog eentje maken? Iets. Hij moet alleen nog een beetje in balans komen. Zo. Ik ga kijken hoe hard je droog is. En dit is alleen maar succes. En je zag, ze wilden maar door en door. Ze kennen geen tijdslimiet. Nee. En ze zijn gewoon zo enthousiast. Ja.